Maar wij zijn Eli, het is zover. We staan voor de modeshow. Voor de mensen die La GoldenEye niet kennen, kan je ons dat even voorstellen? La GoldenEye is een badpakkenlijn dat ik en Eli inderdaad samen hebben opgericht vorig jaar. Het noemt La GoldenEye omdat wij alles bekijken met het gouden oog. Wij kijken heel breed, wij geloven niet dat iets ons kan tegenhouden. Als wij voor iets staan, dan gaan wij er ook volledig voor. Dus daarmee dat wij op het naam kwamen La GoldenEye. Wij ontwerpen badpakken voor plus-size modellen. We gaan tot 5 keer extra large, tot 3 keer extra small, laat me het zo zeggen. Wij kijken niet naar de huidskleur, naar de grootte, naar de lengte. Wij kijken eigenlijk naar dames die iets kunnen betekenen voor andere dames. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Wel, het idee was eigenlijk heel simpel. Dus we zijn allebei zakelijk gericht. Wij houden van uitdagingen. Dus we zijn vorig jaar een t-shirt brand gestart. Dus de Taxi Closing. Samen met een aantal kennissen uit Azië, Japan. En wij dachten om dit jaar eigenlijk iets nieuws te doen rond badpakken en bikinis. Dus we dachten van, we gaan ineens een badpakkenlijn lanceren voor zowel groot als kleine mensen. En ja, van alle huidskleuren eigenlijk, alle rassen. Dus daarom dachten we om La GoldenEye te maken. Ja, we werken ook met verschillende stoffen om zoveel, om een breed publiek mogelijk publiek aan te spreken. Dat is eigenlijk het concept van La GoldenEye. Is het een online winkel of is het een fysieke winkel of wat zijn de toekomstplannen? Momenteel verkopen wij enkel en alleen online, maar we zijn van plan om binnen enkele maanden een pop-up store te openen in Antwerpen. Dus we hebben echt grote plannen. Laat me zeggen, we willen breed gaan. Wij gaan heel veel naar Parijs, Londen, Milaan, New York, Azië. Allemaal om inspiratie op te doen voor ons lijn. Dus wij vinden van, we kunnen online blijven kopen, maar mensen moeten ook onze stoffen kunnen zien en voelen. Dus we gaan om te beginnen al met een pop-up starten in Antwerpen. En dan willen we zo breder opbouwen.